WWO40 Geersvliet is vandaag een nieuw ICT-lokaal in gebruik genomen. We praten daarover met de directeur van het WWO4, mevrouw Heljante Jewakki. Hoe hebben jullie dit voor elkaar gekregen? We hebben een sponsor in Nederland bereid gevonden om ons te helpen hierbij. Dat is Dr. Anders Ricardo Breveld. Hij is toen begonnen met het speciale DASSE-project. En een deel van de opbrengst van de verkoop was dan voor ons om dan computers aan te schaffen. Hoeveel computers gaat het? We hebben tot nu toe uit de verkoop 10 computers kunnen aanschaffen. En wij hebben zelf 14 van ons. Dus er zitten nu 14 nieuwe computers in het ICT-lokaal. Wat is de bedoeling van het ICT-lokaal precies op de school? Voor lessen en ook om informatie te vergaren. En het is een vrij groot lokaal. Dus studenten die huiswerk willen maken, kunnen dan dat hier ook doen. En ze kunnen ook informatie halen voor verslagen op het internet. Kunnen ze buiten de schooluren ook hier terecht of is er een tijd? Tot nu toe kan dat niet. Tot nu toe hebben we geen mensen die hier, dus geen mogelijkheid om hier open te houden na 1 uur. Maar we bekijken de mogelijkheid wel om het in de toekomst te doen. Hoe belangrijk was het ICT-lokaal, de totstandkoming voor het WWO4? Heel belangrijk. Want aan de andere kant, we waren vroeger aan de Wiggerstraat, daar hadden we ook een ICT-lokaal, maar met tweedehandse computers. En dan had je elk ogenblik problemen, computer valt uit, je kan geen harde schijf meer, je kan hem niet vervangen. Dus we wilden toch wel graag een ICT-lokaal met nieuwe computers hebben. En wat voor bedrag wordt hier vertegenwoordigd, weet u dat ook? Het is om en bij 6.000 zoveel euro. En dat is dus allemaal gekomen van de heer Breveld? Van de verkoop, ja. Vandaag gaat het open, dat gaat toch wel met een feestelijk tintje gepaard, merken we. Betekent dat vanaf dit moment eigenlijk ook ICT-lessen hier verzorgd zullen worden? En hoe is het daarvoor gegaan trouwens? Dus we hebben in het begin zijn hier al anderhalf jaar en we hebben pas na een jaar en 4 maanden elektriciteit gehad. Dus de lessen werden gevolgd. Nou, ze volgen eigenlijk al ongeveer 2 maanden ICT-lessen. Maar omdat hij in Suriname zou zijn, in deze periode, hebben we dan besloten om vandaag de officiële ingebruikname te doen. Ik wil de studenten eigenlijk oproepen om het ICT-lokaal heel zuinig te zijn met de computers. En ook de gemeenschap om ons verder te ondersteunen bij de verkoop van de dassen. Want we hebben meer computers nodig voor het lokaal. En dat waren de woorden van mevrouw Heljante Jewakki, de directeur van het WWO4, die vandaag hun nieuwe ICT-lokaal in gebruik heeft genomen.